Dames en heren... Braaf. In de staatsloterij geeft elk lot een kans van 1 op 2. 950.000 prijzen van een tientje tot een half miljoen. Oh, dat zal maar een feestje worden. Oh, en denk eraan, hè. Een kans van 1 op 2. 2. In de staatsloterij worden elke keer weer 2 miljoen loten uitgegeven. En zitten er elke keer 1 miljoen prijzen in de pot. Weet je wel hoeveel dat is? 1 miljoen. Zien? En het leuke is dat je met één lot meer dan één prijs kan winnen. Miljoen! Zelf een lot kopen is natuurlijk het allerleukste. Maar je kunt in de staatsloterij ook per giro meespelen. En nu zelfs via de bank. Alles gaat dan automatisch. Toch makkelijk, als je het niet de deur uit kunt. Poes! En hoe je ook meespeelt, er zit altijd 1 miljoen prijs in de pot. Poes! Goedenavond, daar zijn we weer. Vindt u het ook zo spannend? Ik durf haast niet te kijken. Nou ja, laat maar beginnen. Nou, dat was niet mis, hè. Er zal alweer heel wat feest gevierd worden in de landen. Tot de volgende keer. Kom. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in de Ridderzaal in Den Haag. In de eerste plaats natuurlijk de 750ste trekking van de Nederlandse staatsloterij. Het eerste deel van de jubileumtrekking. Helemaal mijn persoonlijk idee. Ja, want dat wilden ze eerst helemaal niet aan, de jongens van de staatsloterij. Maar ik heb dat doorgedrukt. Ja, dus dit is speciaal eigenlijk een vierde trekking die we vanavond... Want vanmiddag was er ook al één, dat weet u misschien. En dit is dus speciaal vanavond heb ik er 6 miljoen, zeg maar, zo'n 6 miljoen bijversierd. Leuk, hè? En dit zaaltje ook, heb ik ook geregeld. Ja, was heel goedkoop trouwens. Staat namelijk 364 dagen per jaar leeg, dus dat... dat was echt handig. Ja, jammer van die lege stoelen, maar ja... Ze konden niet komen. Ze hadden geen oppas kunnen krijgen, geloof ik. Maar we beginnen. Zo, dan gaan we beginnen met het officiële gedeelte. Dit was maar even zo erbuiten. Nu begin ik echt van een kaartje te lezen. En dat betekent altijd opletten. Ook thuis, beste kijkers. Ja, de loten op schoot graag. Ja, meneer Koning. Ja, minister Ruding mag ook, hoor. Van wie is het lot nou? Van de minister of van de staatssecretaris? Samen één lot. Zo, dan ziet u wat er zo omgaat daar, hè? Ja. Goed. We gaan beginnen. Goed opletten, hoor, jongens. Ja. Alle loten eindigend op de cijfers 3-0. Daarop is een prijs gevallen van 75 gulden. Ja, wie het kleine niet eert. Juist, dat was het. Ja, ze denken, nou, het spijt me, meer is er op dat moment niet. Ja, dan geef je ze een pink en dan willen ze meteen de hele hand, hè. Nee, we gaan het verdelen over de hele avond. De spanning wordt gerekt. En ik ga even, ja, de dames en heren op de voorste rij. Ja. Ja, komt u maar. Kijk eens. Onze nationale driekleur. Hè? Ja, een beetje nationaal gevoel mag wel op een avond als deze. Hè? Ons dundoek. Nou ja, doek. Doek. Ja, ze komen ook uit Taiwan waarschijnlijk, hoor. Ja, zo. Veel plezier. Ja, doet u het geluid maar weer aan van de tv, hè? En van de Hilversum 3 weer af, hè? Dan gaan we weer even... Ja, het zijn cultuurbarbaren. Nou, meneer Brinkman weet ervan, hè. Die televisiekijkers, die zitten alleen maar met die loten en die wachten tot ze wat winnen, hè. Wij niet. Wij zijn er alleen op uit, een beetje cultuur, hè. Ja, zeker. Het is ook NOS, hè. Dit is niet zomaar van Hoempa en met z'n allen. Nee. Dit is cultureel informatief. Anders springen de omroepen ons in de nek, ja. Zo, tweede officiële gedeelte. Heeft u het lot? Heeft u het al weggegooid? Nee, u heeft nog steeds kans. Ja, minister Ruding zit al te popelen. Nou, daar komt-ie. De eerste 75.000 gulden is gevallen op serie M. 75.000 gulden. M. 750 gulden. Troostprijs. Agreed. Ik ben gereed.
Oh, de hoofdprijs, dames en heren. Oh, het 500.000. En er zijn enorm veel extra loten verkocht. Heeft u dat ook gehoord en gelezen in de krant? Oh, er is een menu binnengekomen. Moet ik maar aan Ruding vragen, hoor. Die weet er alles van, hoor. Oh, ho, ho. Er is nog nooit zoveel binnen. En allemaal voor onszelf eigenlijk, hè. Dat is het leuke met de staatsloterij. Het komt gewoon weer bij onszelf terecht. In onze bloedeigen schatkist. Dat is leuk. Oh, ik zie het al voor me, hè. Belastingen gaan omlaag, uitkeringen omhoog. Nou, heerlijk. Ja. Oh, kunnen ze ook blijven zitten, hè? Oppositie kun je gewoon opheffen dan natuurlijk. Ja, nou, daar gaan we. Oh, 500.000, jongens. Even allemaal rustig gaan zitten, ontspannen, hè? Allemaal op de divan even, want even. Want het is heel gevaarlijk, dit soort grote prijzen, hoor. Om te incasseren. Huh. Extra hoofdprijs is gevallen op serienummer R van Ruding. Op lotnummer 031636. Ik denk dat ik hier duidelijk genoeg mee ben geweest. Kijkt u nog eenmaal op uw scherm en sluit elkaar dan met betraande ogen in de armen. Oh, pardon. Winnaars, let op. Vanaf donderdag kunt u uw prijzen incasseren. Donderdag. Vanaf donderdag. Ik zeg dat 3 keer. Dan hebben we dat ook 3 keer gehad. En dan nog iets 3 keer. Leve de staatsloterij! Hoera! Hoera! Hoera!